Hallo allemaal, ik ga jullie laten zien hoe jullie deze box kunnen gebruiken. Het eerste wat je gaat doen is het patroon wat je gekozen hebt overnemen op de tas. En daar gebruiken we carbonpapier voor. Dat heet ook wel grafiekpapier. Je legt de effen kant van het carbonpapier op de tas. En het patroon erbovenop. En dan kijk je een beetje hoe je hem wil hebben. En vervolgens teken je het patroon over op de tas. Trek je het patroon gewoon over. Dat bedoel ik, ja. Je trekt het over met de balpen die ook in je box zit. En dit moet je wel op een harde ondergrond doen. Ik doe nu niet alles. Vervolgens zie je het patroon op je tas. Deze afdruk is niet heel duidelijk. Ik kan nog iets harder drukken misschien. Maar het hoeft ook niet heel duidelijk. Als je maar een beetje ziet waar je moet. Zie je, dan heb ik harder gedrukt, dan zie je het al beter. Waar je moet naaien. Nou, de tweede stap is dat je tas opspant in je borduring. Dit is de borduring. Er zit de buitenkant een klein schroefje. Die kan je losdraaien. En dan komt de binnenkant los. En de binnenkant die stop je in de tas. Op de plek waar je wil gaan borduren. En stel je patroon is te groot voor je ring, dan pak je gewoon een stuk. Maar ik zou wel beginnen met een stuk waar je niet met kralen en pailletten wil borduren, maar alleen met gewoon garen. Omdat je hem daarna moet verplaatsen. En als je kralen en pailletten hebt geborduurd, kan het zijn dat ze tussen je ring komen en dan kan je het niet meer netjes opspannen. Dan heb je daar last van. De buitenkant van de ring die duw je vervolgens zo op de onderkant van de ring. En dan zit hij goed opgespannen. Je kan het schroefje nog een klein beetje aandraaien. Nou, de volgende stap is om even die achterkant een beetje weg te werken. En daarvoor hebben we de hele handige papierklemmen in je tas gedaan. Dus die hengsels en de rest van de tas, die schuiven we allemaal zo een beetje opzij. Zodat het niet in de weg zit en je goed bij de achterkant van je borduurwerk kan. Anders komt je draad komt helemaal in de knoop met de hengsels en dat is heel irritant. Zo. Dus een beetje improviseren. Zo. Zo, zie je, ik kan er aan alle kanten goed bij. En niks zit me in de weg. Nou, de volgende stap is beginnen met borduren. En daarvoor heb ik dit borduurgaren. We gaan eerst met dit borduurgaren borduren. En daarna met de kralen en pailletten. En voor dit borduurgaren heb ik een dikkere naald zitten. Je hebt een hele dunne lange naald. Dit is de dunne lange naald. En dit is de dikke kortere naald. We beginnen nu eerst met het gewone borduurgaren met de dikke korte naald. Nou, dit is het borduurgaren. En als je dat losmaakt, dan zie je dat het in dat het eigenlijk 6 dunne strengetjes zijn die heel makkelijk los van elkaar komen. Nou, je knipt eerst een stuk af, zeg ongeveer 40 centimeter. Mijn moeder zei altijd lange draad luie naaister. Dus korte draden, dat werkt gewoon iets makkelijker. En vervolgens gaan we met 2 van die strengetjes tegelijk werken. Met 6 strengen tegelijk, dan wordt het echt te dik. En met 2 is een mooie hoeveelheid om ja, niet te dun, anders is het te veel werk. Maar ook wel dun genoeg, zodat het wel mooi blijft. Nou, die draden die kan je zo uit elkaar trekken. Een beetje met beleid doen. Als je een te lange draad hebt, dan wordt het ook moeilijker om ze uit elkaar te trekken.
Dus ik heb hier twee draden over en die ga ik gebruiken. Nou, die kun je heel makkelijk door het oog krijgen. Dan heb ik een kleine truc van hoe je heel makkelijk aan de andere kant een knoopje kan maken. Je moet wel je vinger een klein beetje nat maken en dan draai je de draad zo om je vinger heen. En schuif je het zo over elkaar. En dan draait het in elkaar en als je het dan aantrekt, krijg je heel makkelijk heel snel een klein knoopje. Dit is een beetje een dik knoopje, maar het maakt niet uit. Het zit toch aan de achterkant. Nou, en dan ga ik even niet de lijnen gebruiken die ik net getekend heb, maar ik teken even een andere lijn. Dat vind ik iets makkelijker. Maar jullie volgen natuurlijk gewoon netjes je patroon. De eerste steek die ik laat zien is de gewone stiksteek. Dat zijn gewoon steekjes achter elkaar. Het enige waar je op moet letten... Kijk, ik heb de eerste steek gemaakt. Als ik nou door zou gaan, ik zou hier weer in hetzelfde gat omhoog gaan. Dan komt die draad weer los. Ja, zie je? Dan komt die los. Dus dat schiet niet op. Dus wat we doen, is de draad iets verder insteken. Mooie kleine steekjes maken. En dan terugsteken, zodat ze wel netjes aansluiten. Dus iets verder insteken en dan terugsteken. Oh. Dat is de stiksteek. Nou, en als je dan een iets bredere lijn zou willen maken, zit mijn klem toch een beetje in de weg hier, dan kan je een satijnsteek gebruiken. Dat zijn eigenlijk kleine stiksteekjes naast elkaar, zodat je een breder lijntje krijgt. En dat is vooral mooi bij de letters. Bij de neergaande lijnen zijn de letters altijd dikker en bij de opgaande lijn dunner. Dus dan kun je bijvoorbeeld stiksteek opgaand gebruiken en neergaand een dikkere steek. En dat is bijvoorbeeld dus satijnsteek. En die maak je door je steekjes naast elkaar te steken. Zo. En niet te hard aantrekken, want dan trek je je stof te veel bij elkaar. Zie je? Dan krijg je kleine steekjes naast elkaar en dan krijg je een wat bredere steek. Dat heet de satijnsteek. Nou, de volgende steek die ik ga laten zien is ook een iets dikkere steek. Die vind ik zelf ook echt heel leuk. En dat is de kettingsteek. Eentje voor de satijnsteek. Die is een klein beetje te ver vanaf, maar goed. Nou, de kettingsteek, daarvoor steek je hem door en steek je hem dit keer wel op dezelfde plek terug, maar je trekt hem niet helemaal aan. Je laat een klein lusje over. Dan maak je volgende steekje en die steek je door dat lusje heen en dan trek je hem wel aan. En dan steek je hem terug op dezelfde plek, weer door het lusje. En hou je een lusje over, niet helemaal doortrekken. En haal je hem terug door de lus die je net over hebt gehouden. Nog een keer. Dezelfde plek terug. Lusje overhouden. En het is echt niet erg als dat een beetje gedraaid zit. Nieuw steekje maken en door het lusje heen. Nou, en als je ketting zie je, dan krijg je een hele mooie ketting. Kettingsteek wil afwerken, dan steek je hem niet terug door het lusje, maar steek je hem naast het lusje. Dan kan die lus niet meer losschieten. Dan heb je hem afgewerkt. Ik laat nog één steek zien, die is heel leuk op de plekken waar je een soort van puntjes hebt. Hier bij die A zit een puntje en bij zijde zitten natuurlijk de puntjes op de I. Dat is een klein knoopje, de Franse knoop heet die. Even met twee handen doen. Dus je steekt je naald door. En dan hou je je naald richting de
plek waar je hem in hebt gestoken. Dan draai je hem een paar keer om je naald heen. Nou is de kunst dat je dit spiraaltje, zeg maar, zo dicht mogelijk bij je stof houdt. Dus ik leg mijn vinger erop, zodat hij dicht bij de stof blijft. Steek ik de naald er doorheen. En als je hier nog een beetje aangetrokken houdt, dan mijn vinger erop. Dan krijg je een mooi knoopje dicht bij de stof. En als je hem dan terugsteekt, dan heb je een superleuk knoopje, een puntje. Dat heet de Franse knoop. Nou, en het afhechten gaat aan de andere kant officieel bij borduren met piepkleine steekjes die je niet ziet aan de voorkant. Dus dan een beetje door de draad heen, die lekker ruimte zodat je het niet ziet. Maar wat ik wel zelf altijd doe is toch nog even een knoopje. Dus dan moet je hem niet te lang afknippen. Niet te kort afknippen, anders heb je geen plek meer om een knoopje te maken. Dan moet hier niet te veel gedraaid zitten. Dus dan komt je knoop te ver van je borduursel af. En dan maak je zo een knoopje. Meteen. En dan kan je hem afknippen. En als je echt zeker wil zijn dat hij niet losgaat, dan doe je nog een klein beetje lijm op. Nou, en dan laat ik de kraal en pailletten nog zien. Daar heb je die hele dunne naald voor nodig. En die is zo dun vooral voor de kralen, want die zijn echt niet klein. En dan pak je van de dunne draad pak je daar een stuk van. Maar niet te veel. Die is bij jullie zwart, maar ik heb hier blauw liggen toevallig, dus die gebruik ik. En die is wel wat moeilijker inrijgen. Voor het inrijgen moet je echt zorgen dat je draad goed afgeknipt is. Niet losgetrokken. En een beetje nat maken. Als het nog mag met de corona. Zo. Nou, en dan gebruik ik hem dubbel. En weer onze magic knoop om elkaar draaien. Wrijven. Aantrekken. Dan heb je een mooi knoopje. Nou, de kralen ga ik eerst laten zien. Die kan je, als je gewoon een recht stukje kralen wil maken, met 4 tegelijk oprijgen. En het is een beetje gefriemel. Dus de kralen die zitten op een draad geregen in je box. Die kan je gewoon losknippen. Dat op een draad geregen is voor het Lineville-borduur. En als je daar meer informatie over wil, dan mag je me altijd appen, bellen, mailen, Facebooken. Dus, ik heb nu 4 kraaltjes erop. En dan moet ik zorgen dat ik niet te dicht bij mijn naald insteek. Dus niet hier, want dan komt hij zo krom te liggen. En dan doe ik het ongeveer hier. Dan zal je zien dat hij alsnog krom komt te liggen. Maar daar heb ik een trucje voor. Zie je, het is een heel klein beetje zo'n wormpje. Wat ik doe is even terugsteken voor het laatste kraaltje. Het laatste kraaltje nog 1 keer mee naaien. En dan komen ze netjes op een rijtje te liggen. En dan pakken we weer 4 nieuwe kraaltjes op. Ja, het is een geduldswerkje. Zo. En dan niet te lang. Niet te kort. Maar als je iets te kort hebt, geen nood. We steken hem even terug. Het laatste kraaltje. Een keer erbij. En dan steek je hem nog even 1 keer doorheen. En dan pak je weer 4 nieuwe. Dat ga ik nu niet doen, want ik ga jullie even het volgende steekje laten zien, wat ik jullie graag laat zien. En dat is met de paillettes. Nou, de paillettes, jullie hebben, sommige hebben cups erin zitten en sommige platten. Maar sowieso met de paillettes is het leuk om ze
een beetje dakpansgewijs op te naaien. Dat wil ik nu laten zien. Even een platte paillet. Naai ik op. Dan wil ik hem de andere kant op hebben. Zo. Dan steek ik de naald iets verder in. En dan met een platte paillet maakt het niet uit welke kant hij op zit. Maar ik zal zo een cupje doen. Moet even opletten dat die cup naar boven zit. Dan steek je hem terug. Net als bij je sticksteek. Zie je, en dan krijg je hem ook dakpansgewijs. Nog eentje. Een platte. Zo. En dan de cup. Die wil ik hol hebben. Dus ik steek hem ook hol in. Zo. Nog eentje. Ja, dit is makkelijker. Kijk, anders zou ik hem hier naast het pailletje terugsteken. Maar nu steek ik hem gewoon een stukje verder. Nog eentje. Hol insteken. En terug naast het paillet terugsteken. Oké, dat was het. Voor ommippen. Nou, dat is de bedoeling van de pailletten. En dan laat ik nog één steek zien. En dat is een paillette met daarop een kraal. Dat geeft ook een leuk effect. Een soort van kop en schotel. Dat doe ik ook maar even met de witte pailletten. Dan kan je het goed zien. Dus je rijgt een paillet op. En een kraal. Vervolgens steek je naast de kraal terug. Dus niet door de kraal terug. Zie je? Heb je een leuke paillet met een kraal erop. Dus hier maak je de afstand iets groter. Niet precies naast je paillet terugsteken. Want je wil deze wel liever naast elkaar hebben. Dan pak ik een paillet en een kraal. Wow, die witte kralen zijn eigenlijk wel. Pailletten zijn leuk, hè? Ja, oké. Okay. Steek je hem terug. Dus die wilde ik ook nog laten zien. Nou, dan kan je hem omdraaien. En weer net als bij die andere draad afwerken. Oh, die steek is eigenlijk iets te groot. En omdat ik Mirjam ben, doe ik gewoon nog leuk een knoopje. Oké, dat was het nou. Ik zou zeggen, veel plezier met borduren en varieer lekker met je ontwerpjes. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie er allemaal van maken.